You be my still got a lot of shit to learn. Yo guys, tof dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe video op mijn kanaal. Begin alvast met een blauw duimpje omhoog te doen en abonneren natuurlijk hier beneden op mijn kanaal. Laten we voor de 5000 likes gaan. Dat zou echt top zijn als dat lukt op deze video. Het is vandaag geen Fortnite, maar ik ga een app doen op de telefoon. Het heet OSM. Ik denk dat veel van jullie het wel zullen kennen. Ik heb namelijk vroeger heel erg veel gespeeld. De video wordt ook gesponsord door OSM. En OSM is eigenlijk gewoon een voetbalspel waarin jij de coach bent van een club. Je bepaalt wat je opstelling is. Je kan spelers verkopen, je kan ze kopen, je kan ze trainen. Je kan alle uitslagen tot in de details terug bekijken. Ik vind het in ieder geval een heel erg leuk spel. Ik hoop dat jullie het ook een leuk spel vinden. Wij gaan nu even een club kiezen en kijken wat we allemaal moeten gaan doen. Wij gaan dus even naar Nederland toe. Ik wil natuurlijk PSV zijn. Maar ik ga een eigen competitie aanmaken. Dat vind ik veel leuker. Competitienaam. Weet ik veel, ik noem hem gewoon Vitorbe. Zo, doorgaan. Let's go. En dan kiezen wij PSV natuurlijk. Manager verklaart bij jou hoor, sure. Let's go. Dan heb ik in ieder geval mijn eigen competitie, dat is het leukste natuurlijk. Als je een beetje zelf kan bepalen. Ik hoef geen vrienden toe te voegen, dat is allemaal prima. Kruisje. Nou, dan gaan we eerst even kijken naar, überhaupt naar mijn selectie, wie we allemaal hebben. Ik zie Lozano met een rating van 90, Bergwijn 87, De Jong. Dat zijn al de drie beste spelers, zie ik hier. Het wordt ook van hoog naar laag. Pereiro, Hendricks, Rosario. Ja, dat wordt gewoon waarschijnlijk een beetje de standaard opstelling. Gewoon alle beste spelers gaan wij er natuurlijk inzetten. En we hebben natuurlijk Jeroen Zoet. Nou, oké. Okay. Weet je, wij gaan gewoon even meteen onze opstelling maken. Bij opstelling moeten... Hier, oké. Okay. Wij willen geen 4-5-1 spelen. Nee, wij gaan... Zal ik... Ja, PSV speelt 4-3-3. Maar dan doe ik B, denk ik. Ja, oké. Okay. Doe B. Dan gaan we beginnen met keeper. Op doel. Met nummer 1. Jeroen Zoet. Oké. Okay. En dan gaan we linksachter hebben we natuurlijk Angelino. Ik ben ook een PSV-fan, daarom weet ik dit allemaal natuurlijk. Angelino, hoppakaas. Verdediger. Nog meer. Even kijken. Hier staat als het goed is viergever. Dan zetten wij hier Swaap neer. Verdedigers. Swaap. En rechtsachter. Dumfries. Top. Oké. Okay. Dan gaan we naar het middenveld toe. Dit is trouwens serieus een van de weinige spellen die ik op mijn telefoon speel. Ik speel bijna geen spellen op mijn telefoon, maar dit spel speel ik nog wel eens af en toe. Op het middenveld zet ik hier Hendricks neer. Dan zetten wij hier Rosario neer. Waar sta je, mijn jongen? En hier Pereiro. Pereiro is volgens mij een aanvaller, dacht ik. Maar dat weet ik niet zeker. Dan gaan we even kijken naar de aanval. Lozano natuurlijk links. Spits De Jong en rechts Bergwijn. En dan hebben wij in ieder geval ons team compleet. Dan gaan we gewoon meteen door naar de tactiek die wij gaan toepassen op ons team. Schieten van afstand? Nou, weet ik niet. Op de counter? Nee, dat is meer voor de slechte clubs. Over de vleugels? Klinkt al beter. Opbouw van achteruit? Dat klinkt nog veel beter. En lange bal? Nee, geven we geen lange bal. Wij gaan opbouw van achteruit, want ik denk dat je het beste kan spelen als je gewoon een beetje fatsoenlijk aanvalt, weet je wel. De aanvallers die mee verdedigen, nee joh. Middenveld ondersteunen, voorin blijven. Ze mogen voor mij het middenveld ondersteunen. Middenvelders kort voor de verdediging in positie blijven en diep gaan. Blijf maar in positie. Nee, ja. Nee, blijf maar in positie. En de verdedigers die mogen wel een opkomende backs. Ja, want dat doet Dumfries en Angelino ook heel erg vaak. We gaan gewoon een beetje hetzelfde toepassen. Zonnedekking of mandekking, zonnedekking. Buitenspel, nee. Pressie, dat betekent volgens mij hoe erg jij druk zet op de bal. Van de tegenstander. Dus dat wil ik wel een beetje vastzetten. Ik zet het op 70. Een beetje vastzetten mag wel. En wij spelen wel aanvallend. Niet te. Hier zo. Aanvallend op 79. Prima. Baltempo. Hoog baltempo. Want je wil wel een beetje fatsoenlijk kunnen spelen. En agressiviteit tackelen. Dat houden we gewoon. Ja, dat is gewoon agressief. Gewoon niet heel erg. Gewoon tussenin. Top. Dan gaan we naar specialisten. Aanvoerder. De Jong, of course. Penalties. Lozano. Ja, Lozano is gewoon echt 90 in rating. Dat is gewoon ziek goed. Ik kan een beetje vergelijken met FIFA. Vrije trappen. Vrije trappen doe ik ook Lozano maar gewoon. En corners Bergwijn. Oh, dat is verkeerd. Bergwijn. Waarom Bergwijn? Nou, omdat Bergwijn niet zo klein of niet zo groot is. Dus niet zo erg goed kan koppen. Dan gaan we trainen. Wie willen wij beter laten worden? Even kijken, een aanvaller. Romero. Ik heb wel vertrouwen in Romero. Wij trainen Mauro Junior. Die gast is 19. Ik zweer.
Dat is echt een beest. Dat is echt een beest. We doen ook Obispo. Wat ik heb geleerd is dat je met OSM moet je de jongste spelers trainen. De oudste die worden niet zo snel goed. De jongste wel. En keepertje van Os. Ja, die is 21. Ja, dan doen we die maar. Dan gaan we nu even terug naar de selectie. Want ik ga even een spelertje verkopen. Want ik wil wat meer geld hebben. Laten we maar gewoon... Weet je, ik ga Malen verkopen. Sorry Malen. Ik vind je een toffe gast, maar je gaat weg. Ik verkoop je gewoon direct. En dan hebben wij 6 miljoen euro erbij. Top, dat is lekker. En dan ga ik nu zelf even kijken of ik een betere speler kan kopen. Ik wil namelijk een betere aanvaller. Ik wil eigenlijk... Eigenlijk wil ik De Jong vervangen. Omdat hij al oud is en nog niet zo goed is in dit spel. Maar we hebben hier in ieder geval niet genoeg geld. Gaan we hier een spelertje kopen? Misschien een goede keeper? Nee, we hebben ook niet echt een goede keeper hier. Ik ga scouten. Ik ga een speler scouten. Dat is veel makkelijker. Dan kan ik namelijk gewoon meteen een goede speler opzoeken. Ik wil positie. Een aanvaller. Stijl. Goaltjes dief? Ja, want ik wil veel goals maken. Ik bedoel, makes sense. 90 plus. Nee, 90 plus is de bom, hè. Dan ben je echt pro. En dan onder de 25 betekent... Ja, dan ben je binnen. Weet ik zeker. Laten we... Geen nationale... Nee, ik wil gewoon verrast worden. Ik wil verrast worden. Scout direct. Kom maar. Wat hebben jullie voor mij? Oké, wacht. Oh, dit is leuk. Dit zijn 3 verrassingen. Verrassing nummer 1. Babam. Jesus. Oké. Okay. Martial. En Rashford. Oké. Okay, ja, ik denk... Oké, Rashford valt af. Martial of Jesus? Laten we voor Martial gaan, man. Ik vind hem wel een toffe speler. Kopen. Wil je aan... Ja hoor, koop ik zo. Huppakee. Nou, hebben wij in ieder geval Martial gekocht. Die ga ik gewoon meteen in mijn opstelling zetten. Opstelling. De Jong, sorry maat. Ik ga Martial hier neerzetten. 2-9. Oké, okay. Ik heb echt een zieke aanval. Als ik de eerste wedstrijd... Tegen wie moeten wij? Tegen Fortuna niet dik winnen? Nou, dat weet ik ook niet meer hoor. Ik ga gewoon nog even een speler scouten. Want ik wil eigenlijk even nog een goede verdediger hebben in plaats van viergever. Verdediger. Stel. Back? Nee. Geen back. Dan moet ik allround, denk ik. Kwaliteit 90 plus. Leeftijd. Als het kan onder de 25. Ik weet niet of ze er zijn. Ik hoop het. Alsjeblieft. Fingers crossed. We hebben. Oké, ja, ze zijn er. Cancelo. 93? Ik ken hem niet eens. Maar oké. Correra ken ik ook niet. Maar sure. En Robertson. Zo. Oké, ze zijn allemaal 24. Dat is een beetje lastig. Maar laten we maar gewoon voor de beste gaan. Correra. Hij is het duurste in ieder geval. Dan denk ik dat hij het beste is. Oh, we hebben echt een ziek team. We hebben echt een ziek team. Oké, viergever. Sorry, je gaat eruit. En daar zetten wij neer. Waar staat Marquinhos? Oh, Marquinhos. Nee, die ken ik wel. Die ken ik wel. En dan gaan we even terug naar de selectie. Want nu hebben wij een paar spelers gekocht. Kunnen we ook weer verkopen. Ik ga De Jong verkopen dus. Doei. Daar hebben we 8,4 miljoen erbij. En dan ga ik viergever ook maar gewoon verkopen. Want die ga ik toch niet meer gebruiken. Zo. Doei. Was gezellig. Ik hou wel van jullie, maar helaas. Kan niet anders. Laten we nu gewoon even een oefenwedstrijd spelen. Die kan je hier doen. Zo. En dan gaan we even kijken of we meteen een potje, eerst potje gewoon kunnen oefenen, kunnen winnen. Laten wij niet meteen tegen Ajax gaan, dat is meteen hoog. Gewoon een oefenwedstrijd tegen een mindere club. ADO Den Haag. Nou, kom maar. Kijk, volgens mij zie je meteen of je hebt gewonnen. Nee, oké. Okay. Ik moet dingen claimen. Ik weet niet waarom ik dit claim, maar ik claim het maar gewoon. Oké. Okay. Oeh, 4-0. Easy peasy. Lozano heeft gescoord, Hendricks, Martial en Schwab. Nou, kijk, dat vinden we lekker. We hebben echt gewoon easy gewonnen. Wij gaan nu gewoon wachten tot ze tegen Fortuna spelen. Ik ga jullie op de hoogte houden. En nou, nu is het klaarmaken voor de echte wedstrijd. Oké, wij zijn bij de wedstrijd aangekomen tegen Heracles. Ik weet niet wat wij de eerste wedstrijd hebben gedaan. Die heb ik gemist, helaas. We gaan gewoon kijken wat we nu tegen Heracles hebben gespeeld. We gaan hier door. Opstellingen, nou, ik ben echt 10 keer beter dan Heracles. Dat kan je wel zien. Hup, doorgaan. Even kijken. Het is prachtig voetbal weer. Het stadion zit nog toe vol. Zo, ik heb echt spraakproblemen. En iedereen zit te wachten op PSV tegen Heracles. Nou, ik ga ook gewoon op start wedstrijd drukken. Kijken of wij hebben gewonnen. Heracles krijgt in de eerste minuut al een kans. Oh, alsjeblieft, zeg dat dit mist. Oh, gelukkig. Oké, dit mist. Mooi keepsmerk als reactie op die bal van Osman. Nou, kijk, dat wou ik even horen. Ja, nu is het of wij nog een kans krijgen. 16 minuten, 18, oké. Okay. Eerst 20 minuten, geen goals. Berghuis mist de kans. Heracles krijgt weer een kans.
Oh. Oké, ze missen, gelukkig. Whew. Mooi keeperswerk als reactie op die bal van Rosman. Nou, oké. Op dit moment gaan wij nog niet goed. Ik denk dat we iets aanvallender moeten instellen of zo. Oh, nou krijgen we toch een paar kansen. Strak in de rij in de corner. Martial torent boven iedereen uit. Kopt hij hem erin? Kopt hij hem erin? Nee. Gemist, helaas. Beetje jammer. Mooi keeperswerk als reactie op die bal van Martial. Nou, oké. De keepers zijn goed bezig. Dat is zeker. Oké. En, Heracles krijgt weer een kans. Als je deze gewoon even rustig mist, jongens. Goed zo. Trots op jullie. Echt, ik ben trots op jullie. Katachtige redding op de poging van Drost. Nou. Goede bal van Pereiro. Dumfries haalt de trekker over op de rand van de 16. En hij. Please. Nee. Hij mist weer. Oh ja, weer weet ik wel. Hij mist gewoon. Dat is een beetje jammer. En dan is het alweer bijna rust. Oh, krijg je nog een kans voor rust. Mooie aanval op Hendricks. Hij is het eindstation met een geplaatste bal. Op doel. En het is mis. En dan is het denk ik al rust. Ah, hij raakte de lat. Oké. Nou, tweede helft. Laten we nu anders even een goaltje maken. Ik hoef er maar één. En dan gaan we de tweede helft in. Tweede helft. We moeten minimaal een goal hebben om te winnen. Maar dat snappen jullie zelf ook wel. Een voorzet op maat. Bergwijn kopt de bal richting goal. Da! Oh, dit spel is echt te spannend. Ik zweer. Dit is veel te spannend. Kom op. Fix mij, of gun mij. Gun mij even een goal. Ik kan niet dit spel nu gaan spelen en verliezen. Op camera, daar kan niet. En Heracles krijgt een kans. Oh, nee. Oké, dankjewel. We hebben nog maar een half uur, man. Shit. Minder zelfs. Nog 20 minuten. Die voorzet van Hendricks is te hoog, maar Bergwijn weet zijn hoofd er tegenaan te zetten. Kom op. Maak deze af, alsjeblieft. Kom op. Ah, dit is echt nee. We missen zoveel kansen. Goede poging, maar de bal vliegt net over de lat. Oh, helaas. Corner. Martial worstelt zich los van zijn directe tegenstander en zet zijn hoofd tegen de bal. Kom op, Martial. Doe het voor mij. Ik heb jou nog bijna niet gezien. Finally! De nieuwe aankoop scoort gewoon even gelijk in de eerste pot. Zo willen wij het zien. Zo willen wij spelers kopen. Corner. Oh, Martial, nog een kans. Maak deze dan ook anders even gelijk. Maak maar. Doe maar. Ja! Let's go! 2-0! Oh, eindelijk. Dit is zo bevrijdend. Wat een schitterende goal van Martial. Hij raakt... Nou, hey. Lekker pik. Obispo gaat eruit. Swaap. Oké, nou. Swaap gaat eruit. Top. Prachtige steekpas. Gaat hij nou een hattrick? Martial kan nu een hattrick maken. Hij kan nu een hattrick maken als hij hem maakt. In een kwartier. Ah, shit. Die mist hij. Dat is dan weer jammer. Nou ja. Hey, je kan niet alles maken. Nou, nog 5 minuutjes. Penalty. Oh, huh? Osman mag... Oh, nee. Heracles krijgt een penalty. Dan wordt het nog spannend. Alsjeblieft. Hij scoort hem. Het is 2-1 met nog 5 minuten te gaan. Kak. Oh, eindsignaal. Oké, we hebben gewonnen. Oh, gelukkig, we hebben gewonnen. Dat lucht wel even op in ieder geval. Maar jongens, dit is OSM. Ik heb dit spel echt... Het is al een ouder spel, maar ik heb het zoveel gespeeld. En ik vind het oprecht een leuk spel. Ik vind het ook heel leuk dat ze mij sponsoren om deze video te maken. Jongens, vinden jullie deze video leuk? En laat even achter wat jullie van OSM vinden. Of jullie een competitie ingaan. Misschien dat ik een keer een competitie aan kan maken. En dat jullie mee kunnen doen. Het kan allemaal. Het is gewoon op iPhone en Android, jongens. Voor iedereen gratis. Vond je de video leuk? Wil je blijven omhoog? Abonneer beneden natuurlijk op mijn kanaal. En dan zie ik jullie morgen weer om 7 uur bij een nieuwe video, jongens. Later.